Hallo mensen, zoals jullie zien is de sprookjesboom weer ontwaakt uit een diepe slaap. Na 6 maanden onderhoud is hij eindelijk weer open en kan hij zo'n mooie verhalen vertellen aan de kinderen en aan natuurlijk ook de volwassenen. Maar hoe ze ook hun best deden, niemand vond de dief. Draak keek ontzettend verdrietig. Zijn dierbare schat voor altijd kwijt. Hij kreeg gelukkig veel troost van zijn vrienden. Ja, maar opeens moest Draak lachen. Ja, Draak begon hard te lachen. Eerst schrokken de sprookjesbosbewoners. Ze dachten dat Draak gek van verdriet werd. Maar toen begrepen ze het. Draak had hun beet genomen. Het was tenslotte Popjesdag. Draak had hen allemaal beet genomen. Ze waren er allemaal ingetuind. En iedereen was blij.